2022 bij de dames elite. Cérémonie protocolaire du championnat Belgique de cyclisme virtuel 2022. Eindigt op de derde plaats en wint de bronzen medaille. Termine à la troisième place et remporte la médaille de bronze, Silke Douwe. Medailles worden uitgereikt door Luc Fontaine, lid van het dagelijks bestuur van Belgian Cycling. Op de tweede plaats de zilveren medaille voor de Vlaamse kampioene. À la deuxième place, la médaille d'argent pour la championne des Flandres, Aiko Uitenhoven. En tenslotte op de eerste plaats, Belgische kampioene en gouden medaille winnares. À la première place, championne de Belgique et vainqueur de la médaille d'or, Eleanor Wiseman. Laten we nu luisteren naar het Belgisch volkslied. Graag een eindapplaus voor dit podium met Eleanor Wiseman, Aiko Uitenhoven en Silke Douwe. Slotwoord aan Jeroen en Christophe. Ja, het slot van de wedstrijd bij de vrouw met Eleanor Wiseman, die een prachtige prestatie heeft geleverd vandaag. De tweede solo atleet die het heeft klaargespeeld om op deze manier te winnen. Op een parcours waarvan we dachten dat gaat toch niet via een solo manier worden. Dus wat dat betreft kunnen we alleen maar hopen dat we opnieuw een grote verrassing krijgen straks. Qua ontknoping ook bij de heren. Dus blijft u vooral zitten, want zometeen gaan we verder. Na deze wedstrijd voor de vrouw is er dus nog eentje te gaan bij de heren elite. Blijf dus bij ons bij hln.be en zometeen kunt u kijken naar de ontknoping van deze eerste dag BK op de rollen.
Een goedemiddag, dames en heren. Welkom terug, beste wielerliefhebbers, bij het prachtige gebouw hier van DPG Media voor het vervolg van deze toch wel spetterende namiddag in Antwerpen. Want we kijken naar het eerste Belgisch kampioenschap op de rollen, de Virtual e-Cycling Sports. We hebben toch vier fantastische wedstrijden al gekregen. We gaan nu naar de apotheose, naar het slotstuk. Over een minuut of negen gaan de heren beginnen aan hun duel. Twee rondes, twee pittige rondes. Want we hebben gezien dat het een sprint is niet evident op dit parcours. We hadden gedacht, bij alle wedstrijden gaan we een sprint krijgen. Maar Christophe, voorlopig is dat eigenlijk 50-50 gebleken. Ja, absoluut. Bij de dames zagen we daarnet Eleanor Wiseman bij het ingaan van de tweede ronde wegrijden van de rest. En ja, ze stak er eigenlijk wel bovenuit. En bij de junioren ook, hè? Een duidelijk verschil. Ja, bij de junioren ook, ja. Gaan we dat nu ook zien of ligt het niveau bij de mannen zo hoog en zo gelijkmatig dat we daar eigenlijk weinig verschillen zullen zien onderweg? Ik denk dat het toch in het begin vrij gesloten zal zijn, maar in principe zouden Lennert, Teugels en Lionel Vujasin toch moeten het laken naar zich toe trekken en misschien ja, met twee in de aanval gaan, zoals we zagen in het Vlaams en Waals kampioenschap. Ja, jij kent die jongens heel goed. Vertel eens wat meer over die Lennert Teugels bijvoorbeeld. Dat is een man die we ook soms terugzien op de weg. Ja, dus Lennert is prof bij Tart Leto. Die is nu net terug van Spanje. Maar die is ook, ja, sinds corona eigenlijk, een fervent e-racer geworden. En die is eigenlijk de nummer één momenteel op de ranking van het e-cycling op Zwift, dat weliswaar. Ja, vreemd genoeg is hij niet topfavoriet, want hij is wel nummer één van de wereld. Maar voor vandaag is hij niet de topfavoriet. Ja, ik vind van wel. Jij vindt van wel? Oké, okay. Dan hebben we al een tweestrijd. Lennert is zeker topfavoriet. Maar Lionel Vujasin is een iets meer explosief type. Dus Lennert, ja, nochtans ja, in de qualifiers hiervoor verraste Lennert Lionel wel in de spurt. Door misschien zijn spurt ook iets beter te timen. Ja, het wordt een zeer spannende race, ik ben er zeker van. Dus voor jou staat Lennert op kop? Als ik nu moet gokken, dan ga jij voor Lennert. Moeilijk. Ja, maar goed. Keuze moet je maken, hè? Dat gaan we voor Lennert. Voor Lennert de Teugels. Toch een beetje dat Vlaamse patriotisme dat het haalt. Hè? Ja. Vujasin is nogthans ook iemand die uitstekend presteert dit jaar, de afgelopen jaren ook, op het platform van de concurrentie van RGT. En we gaan dat ook vandaag zien. Helpt het voor hem ook wel dat hij daar misschien nog wat meer op focust dan Lennert, die ook fietst op de weg? Ja, en Lionel die is iemand die al jaren ervaring heeft in het e-cycling, kent eigenlijk het spelletje door en door. Heeft ook het perfecte profiel om daar goed in te scoren. Ja, en die ervaring en ook ja, zijn vermogen zijn gewoon top van die kerel. Dus. De FTP's van die twee, vertel het, ik ben zeer benieuwd. Ja, het zijn alle twee alleszins al lichtgewicht. Ze wegen allebei 170 kilo. Lionel die heeft een FTP van 407 watt. Maar als je dat dan eigenlijk bekijkt in functie van zijn gewicht, is dat 5,8 watt per kilo. Ga er maar aan staan. Vertel misschien even voor de kijkers, wat is dat precies FTP? Er zullen mensen zijn die dat niet echt begrijpen. FTP is je functional threshold power. Dat is eigenlijk het vermogen dat je ongeveer 1 uur kan aanhouden. Dus in ideale omstandigheden. Maar natuurlijk, ja, in het e-racen is die FTP niet doorslaggevend. We gaan nu naar een wedstrijd van 20, misschien iets meer dan 20 minuten. Dus met een goede FTP alleen kom je er niet vandaag. Vooral een goede anaerobe capaciteit, goed scoren, een goede spurt, goed scoren op een vermogen van 1 minuut. Dat is ontzettend belangrijk. Als we dan bijvoorbeeld kijken naar de FTP van Lennert Teugels, ja, dan zit hij aan 6,4. Dat is echt indrukwekkende cijfers. Ja. Dat is straf, ja. Ja. En als we dan kijken naar de vermogens ook over 1 minuut, dan zitten ze ook allebei boven de 10 watt per kilo op 1 minuut. Dus, hallucinant ja. Eigenlijk. Hè? Dat is echt hallucinant, ja. Ja. Misschien kan Mark daar ons ook wat meer over vertellen. Mark die staat bij de renners in kwestie. Die gaat misschien ook wat prangende vragen stellen die ons dichterbij brengen om straks te weten ja, wie nu hier vandaag de laureaat wordt. Hè? Wie wordt Belgisch kampioen op de rollen? Mark, heb jij ze daarbij staan? Ja, absoluut. Ik zit bij Thomas Lenen. Thomas, herzlich willkommen in deze Belgische meisterschaften. Und du kommst auch aus Rot neben St. Vith. Und wie hast du eine Vorbereitung gemacht für heute? Also ich bin den ganzen Winter über schon viel auf der Rolle gefahren. Ja, aber ich denke, mit den anderen hier wird das schon schwierig. Was ist Ihre Ambition? Nicht letzter werden. Gut. Unser Freund Thomas Lene is al tevreden als hij vandaag niet de laatste wordt, omdat hij ziet tegen wie hij vandaag moet uitkomen. Jo Pirotte is een Limburger uit Paal. 3 jaar geleden Belgisch kampioen mountainbike bij de plus dertigers. Hoe komt een mountainbiker op de rollen terecht?
Wel, als jij moet gaan werken en je hebt een gezin thuis, dan zoek je automatisch een oplossing waar dat jij kunt trainen in een korte periode eigenlijk. En daarmee dat het online gebeuren wel ideaal is. Heb je een bepaalde ambitie vandaag? Nee, niet echt. Allee, top 5 zou wel schoon zijn. Hè. Nee, maar ieder plaatsje dat ik zou kunnen opschuiven, dat zou des te beter zijn. Prima. Ik wens je het beste toe. Lionel Vujasin, je vais dire le chef de file de ce peloton de 5 coureurs. Une réputation déjà bien établie. Sixième du champion du monde il y a 2 ans. Premier champion du monde de l'Union cycliste internationale de la discipline. Donc tu es, si on peut dire, le chef de file, l'étendard du vélo virtuel. Lennert est quand même premier mondial. Donc voilà, si, pour moi c'est lui le favori, mais voilà, jette un peu la pression l'un à l'autre. Non, c'est une chouette opportunité, ça fait longtemps qu'on l'attend. Ça fait plusieurs années que je me spécialise là-dedans. Donc c'est un objectif et on va bien voir ce que ça donne aujourd'hui. Oui, ta préparation, tu l'as fait où? Parce qu'on sait que tu es pratiquement professionnel. Hein? J'ai quand même travaillé à Plator, donc c'est pas toujours facile. Mais non, on n'a pas de préparation particulière pour ici parce qu'il y a le championnat du monde le mois prochain. Voilà, un peu malade cette semaine, mais pas de Covid, donc c'est déjà ça. On va voir comment on a récupéré. Bonne chance à toi. Dus Lionel Vujasin heeft geen speciale voorbereiding genoten voor dit kampioenschap. Ofschoon hij in deze man, Lennert Teugels, toch de grote favoriet herkent. Eerst op de wereldranking. Lennert, je draagt een zware rugzak mee. Ja, ik zou de favoriete rol toch bij Lionel leggen, omdat het een vlakker parcours is. Dus ik vrees eigenlijk dat het een sprint wordt. En is dat zijn specialiteit waar je voor vreest? Ik denk dat hij een beetje een allrounder is, maar hij is wel sneller dan ik normaal, ja. Hoe verloopt het seizoen voor jou tot zover? 3 weken geleden COVID gehad, dus misschien een klein beetje achterstand, maar al wel net op tijd hersteld, denk ik. Oké. De beste vlak voor u. En onze laatste man die wij hier mogen begroeten is uiteraard Sieben de Valkeneer. Sieben de Valkeneer uit Kantout. Klopt helemaal. Je bent ook kinesitherapeut. Ja. En waarom kiest een kinesitherapeut voor het rijden op rollen? Het is super efficiënt. Hè? Je fiets staat erop, je komt thuis, springt op de rollen. En je moet hem niet kuisen, niet omkleden. Super tijdsefficiënt. Dus, Je was derde op het Vlaams kampioenschap. Dus je hebt al een medaille binnengehaald. Ambitie voor vandaag, podium? Toen was ik er helemaal niet op voorbereid. Nu heb ik iets meer tijd erin gestoken. Dus we gaan zien. Het is wel niet zo lastig. Ik had liever echt een heuveletappe, maar we zien wel. Okay. Ik wens u alle 5 heel veel geluk. Bonne chance. À vous 5, messieurs. Et que le meilleur l'emporte. Mogen de beste winnen. Ja, dat hopen we zeker dat de beste gaat winnen. Maar wat ik hier wel kan samenvatten, het zijn allemaal underdogs. Hè? Niemand zegt van ik ga hier voor de overwinning. Ik wil niet 5e worden, ik wil misschien 4e worden. Ik ga op het podium komen, hij is de favoriet. Ja, maar goed, er moet iemand winnen. Ja, ze proberen de druk bij de anderen te leggen. Maar ik vind het wel logisch dat Sieben de Valkeneer, Thomas Lenen en Joop Pirotte de druk bij Lennert en Lionel leggen. Maar dat is ook logisch, zij zijn de topfavorieten. Dus eigenlijk goud en zilver kunnen we nu al opschrijven, alleen de volgorde is niet helemaal zeker voor jou dan. Er bestaat een spreekwoord als 2 honden vechten om een been. Ja, en wie wordt dan die derde? Ja, dan durf ik wel gokken op Joop Pirotte. Ja, die nogthans zei, ieder plekje... Maar ik ken die wat van in het wereldje ook en die mag je zeker niet onderschatten. Mag we niet onderschatten. Het is ook een man die dus vooral traint omdat hij op de rollen, omdat hij een familie heeft, een gezin moet onderhouden en daarom weinig tijd heeft. Ja, en een mountainbiker kan ook vaak goed uit de voeten in het online racen. We gaan ons opmaken voor de laatste wedstrijd van vandaag, het laatste Belgisch kampioenschap op de rollen, de Virtual Cycling eSports. De heren belofte elite, die gaan het nu voor de gouden medaille uitvechten. Nog een paar seconden te gaan en dan zijn we vertrokken voor dit laatste Belgisch kampioenschap. Voilà, ze zijn onderweg.
something floating a million miles from home. Head in the clouds, I've forgotten how I'm left alone. Oh, been chasing dreams since I was young. I never stop. Oh, if I fail, I will get back up. I get what I want. Oh, 'cause I see you in my shoes, standing where I'm meant to be. Got everything, nothing to lose, so I keep living my dream. I'll hold the ropes, I won't give up. Our time is now, it's out my luck, it's out my luck. Oh, it's out my luck. Been wasted, it's up to you. Oh, it's part of me, it's all I need, it's all I got. Oh, so I will fight until the end of time for what is mine. Oh, 'cause I see you in my shoes, standing where I'm meant to be. Got everything, nothing to lose, so I keep living my dream. I'll hold the ropes, I won't give up. Our time is now, it's out my luck, it's out my luck. Oh, it's out my luck.
Thank you.